Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vanuit het westen neemt de bewolking flink toe en gaan er buien over het land trekken. Dat kunnen soms stevige buien zijn met kans op onweer. En in het waddengebied en rond het Markenmeer en IJsselmeer zou het zomaar eens kunnen dat er zelfs een waterhoos bij voorkomt. Is wel heel zeldzaam, maar als je hem ziet, stuur dan vooral een foto in. Het wordt vandaag 18 tot 22 graden, niet al te warm en de wind draait geleidelijk naar het noordwesten en trekt behoorlijk aan. Die wordt matig en naar de kust vrij krachtig of misschien zelfs krachtig. Vanavond neemt de wind wel geleidelijk weer iets af, dan is het droog en schijnt de zon nog even bij een graad of 15. Komende nacht is eerst wat opklaringen, maar later raakt het bewolkt. En ook morgen overdag is er veel bewolking en valt er van tijd tot tijd een beetje regen, met name in het midden en noorden van het land. In het zuiden is de kans op zon wat groter. Het wordt 18 tot 21 graden. Op zondag ziet het er alweer beter uit. Geregeld zon in het binnenland misschien een enkel buitje, maar het wordt 21 tot 25 graden. Op maandag een graad of 21, vanaf dinsdag echt zomerswarm weer met veel zon. Ik ben Ben Langkamp van Beerplaza.nl